En toen kreeg ik een ruzie met een buurman. Met een buurman, hè? Dat was een mens die net mijn wonde. En als die met mij wil praten, stak hij altijd zijn kop door de coniferen. Altijd. Weet je, het leef ook een keer, toen was ik net de coniferen ontknippen. Nou mensen, dat zag je niet uit hoor. Echt, dat zag je niet uit. Een week naar de rand. Toen zag je weer een keer zijn kop door de coniferen. Ja, hij leert nooit af, hè. Hij zei... Hij botst zijn ziel heel anders tegen mij. Hij zei... Nou waren toevallig met een zwager bij ons en die een halslip. Ik zit tegen hem, kom ik even luisteren, misschien stel jij er iets van. Dus met een buurman weer. Ik zit tegen mijn zwager. Wat zit je nou precies? Hij zei... Ben ik dan familie van jou? Ik zei nee, dat is dan mijn kiet.